En daarbij wilde ik het laten. Okay. Dank u wel. Dan gaan we over naar de live-uitzending. NOS. Beste meneer Rutte. Mijn excuses, maar ik viel helemaal in slaap. Ik vond het hartstikke saai. Kunt u even herhalen waar we het over hadden? Het virus. Het virus. Wij zijn niet beschermd tegen het virus. Er is geen vaccin. Dat betekent dat als iemand het oploopt en hij geeft het door aan een ander, dat kan betekenen dat mensen ernstig ziek worden, dat ze gebruik moeten maken van het ziekenhuis. Maximale wat kan. Ja, weet je, ik vind het prima. Maar ik vraag me toch af, hè. Waar kijken jullie nou naar? Wat zitten jullie nou te doen? Kijk, waar we naar kijken natuurlijk, met de deskundigen, is wat gebeurt er als je iets verruimt? En dan zegt zo'n bioscoop tegen mij, of tegen Erik Wiebes, je zou dolgraag de zaak verder willen versoepelen. En dan kunnen we met elkaar deze stap nu zetten. En dat is belangrijk, maar ik moet het heel voorzichtig doen. Maar mag ik morgen dan weer naar Slagharen? Dat ligt niet aan mij. Ah, dat hebben we al in de hand. Als maar dan iedereen het nee, maar toch maanden. Even. Ja, maar dan gaat het op straat toch even. Op straat zie je het weer mijn beurt. Dat hoeft niet een probleem te zijn als iedereen op straat zich aan die anderhalve meter houdt. En we kijken de volgende weken heel precies aan de hand van de cijfers wat er verder kan. Ja, ik heb een vraag voor Jaap. Ik wil het even met Jaap erover hebben. Ja, waar ben je? Oh, ja. Vind je dit nou goede maatregelen, Jaap? Nee, ik wil juist benadrukken dat het te snel zou gaan om nu dat los te laten met het risico dat we straks nog veel meer IC-belasting maar, hebben. Maar zuip je ook je problemen weg? Ja, uiteraard. Ja. RTL. Hey Mark, in een vorige interview vertelde jij dat je heel erg van trap en van hip-hop houdt. Met name dit nummer. En ik vroeg me af of je muzieksmaak nou veranderd is. Is dat compleet anders deze dagen of is het nog hetzelfde? Kun je daar wat over vertellen? Nou, niet heel anders, maar het is wel anders. Er is natuurlijk meer inzicht, hè? Dus we hebben toen gezegd. En daarom denken we dat dit echt een verantwoorde stap is. Beste minister-president, afgelopen paar weken is het dus naar voren gekomen dat u een persoonlijk conflict heeft met Jaap van Dissel. De man die hier nu samen met u deze persconferentie aan het geven is. Denkt u dat dit bijdraagt aan de ernst van de coronacrisis? Nee, dat zou ik zo niet voelen. Kijk, want op dat moment was het op basis van opvattingen. Oké, tot slot. Beste minister-president, dit is Grovert. Ik ben hier nieuw. Mag ik wat vragen? Ja. Is de crisis al voorbij? Nog niet. Ik zie dat er nog één hele dringende vraag is. Ja, kankerdringend. Gaat de zomervakantie nou door? Daar is geen advies over. Ik ga geen vakanties verder boeken. Ik had een paar dingetjes geboekt staan. Maar goed, kans is natuurlijk aanwezig dat dat niet doorgaat. Ik ga zelf nog geen andere dingen boeken. Maar iedereen moet het voor zichzelf bepalen. Wij kunnen niet verder vooruitkijken dan de 3 weken tot 20 mei. Maar als je je ogen dicht doet, zie je dan sterretjes of rondjes? Ja, wat ik allemaal voor me zie is niet zo interessant. Want we varen op zicht en dat zicht is 3 weken. Verder weten we het niet. Nee, want dan ben ik misschien nog meer geld kwijt. Oké, dank voor uw bijdrage en u dank voor uw komst. Goedenavond. Dank. Ik vond het best wel.